Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Boven het zuiden van het land ligt een dun wolkenveldje. De zon heeft daar wel last van, maar dat wolkenveldje trekt ook weer weg, waarna de zon flink gaat schijnen vandaag. Hier en daar wat bewolking, maar op de meeste plaatsen heeft de zon het echt voor het zeggen: met vanochtend temperaturen van zo'n 11 of 12 graden. En vanmiddag wordt het warmer. Uiteindelijk halen we maximum temperaturen van 18 tot lokaal 20 graden in het zuiden van het land. Het zuiden van het land is vanmiddag het meest gevoelig voor bewolking, terwijl het midden en noorden de zon uitbundig ziet schijnen. De wind rijdt naar het zuiden, vanavond zelfs naar zuidwest, dan neemt de bewolking geleidelijk verder toe en hebben we temperaturen van een graad of 13. Dan morgen. We beginnen de dag met wat wolkenvelden. Die trekken snel weg naar het oosten. En dan schijnt de zon weer volop. In het zuidoosten blijft de bewolking wat hangen. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden bij hooguitmatige zuidwestelijke wind. Een prima dag dus. Maandag neemt de bewolking verder toe. En dan krijgen we in de loop van de dag ook regen. Maar waarschijnlijk pas in de loop van de middag en avond van het zuiden uit. Dinsdag dan een wisselvallige dag. En ook woensdag valt er nog wat regen. Soms wat zon tussendoor. En temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.